Hallo mensen van Enogaming, Enogaming. Hier ben ik dan weer met Blacklight. Maar niet zomaar Blacklight. Blacklight Pistol Challenge. Dit is vrijdag. Vrijdag die ik altijd upload. Ik ga dit voor mezelf doen. Het is eigenlijk een challenge voor mezelf. Ik mag alleen maar met mijn handgun. En dat is juist, ja, fit. Oh. Oh, net damit. Dit gaat aardig moeilijk al, dat weet ik nu al. Want handgun is best moeilijk. Kijk. Damit. Nee, die. Damn it. Nou, dit gaat nu al erg slecht. Ik hoop dat... Ik had bij de Blacklight normaal had ik gezien dat er erg van die randen omheen zaten. Maar daar kan ik niet veel aan doen. Dat waren op mijn oude schermen. Nu heb ik ook nieuwe schermen. Gisteren binnengekregen. Ik weet niet of jullie willen weten wat voor soort... Au, nee. Ik heb alleen maar assist. Oh, lollig. Volgens mij ga ik dit potje verliezen. Damn it. Ik had hem bijna. Holy moly, guacamole. Au. Oh, ik heb iemand gekillt. What the fuck? Oh, damn it. Ik zat naar die te zoeken, maar die lag precies onder het lijk. What the fuck? Ik heb iemand gekillt met mijn handgun. What? En nog een kill. Au! Hij kwam omhoog, wat?
Het gaat erg slecht voor me. Nou, als we doorgaan, gaan we winnen. Want ik met mijn handgun. Echt waarder. 2 kills. Ah, goddammit, van me achter. Dammit! Yay! Victory! Sorry dat ik niet zoveel heb gepraat, maar ja, ik was een beetje aan het concentreren en gewoon goed kijken en dat soort dingen. Nou, ik sta laatst. Ik heb 2 kills. Dat vind ik vooral raar. Ik heb 2 kills in een gewone match waar mensen normaal schieten. Dat vind ik echt knap voor mezelf. Want het lijkt mij vooral moeilijk om met een handgun, echt gewoon een handgun, gewoon in een random match gaan. En dan gewoon echt met die handgun. Het was gewoon de normale pistool. Er zit misschien nog, als ik kan het wel even laten zien. Oké. Hier, wacht. Ik ga er even uit. Dit is gewoon een normale handgun. Ik kan het zelfs laten zien. Hier. Even kijken. Hier moet ik zijn. Dan is het bij weapons. En ik had class 1. Dit is het wapen. Dan ga ik hier naartoe. Dit is het allereerste wapen wat je kan hebben. Allereerste. Deze krijg je gewoon gratis. Dan zit er een detachment on. Nou, volgens mij heb ik die gekocht of heb ik ook gratis gekregen. Volgens mij krijg je die ook gratis. Barrel heb ik niet, want dan moet ik gaan kopen. Nou ja, daar heb ik niet zoveel zin in. Misschien later. Dit is ook de gewone munitie. Want hier zie je dat er run langer meegaat. En dit is de normale. Niks is hier aan veranderd. De scope. Ik heb geen scope erop. Ik kan er zo'n scope op zetten, maar dat is niet leuk. En camo. Ja, ik kan dit doen, maar dat vind ik niet mooi. Bij dit wapen. Oh, wacht. Die camo vind ik niet mooi. Waarvoor zit die camo hierop? Ik wil geen camo. Equip. Zo. Kijk, deze zit ook op dit wapen. Dus die heb ik gewoon bij alles gekregen. Toen ik begon, heb ik dat erbij gekregen. Dus het is gewoon echt een normaal wapen. En daar heb ik 2 kills mee gehad. Ik vind het zelf heel erg, ja, knap voor mezelf. Maar waarschijnlijk jullie vinden het helemaal niks. Of vinden het, ja, stom. Dat ik met een handgun, raar vooral. Maar waarschijnlijk, heel veel mensen, al die mensen, die zijn level 30 of zo. En dan soms nog wat beetje lager, als mij, en ongeveer even. Maar die hebben dus vele malen sterkere guns. Die hebben, gewoon guns die helemaal geüpgraded zijn. Met speciale kogels, met een barrel waar ze meer damage mee doen. En dat soort dingen. Want als ik hier even naar die barrel ga. En ik doe die. Zie je eigenlijk al damage 44. Dus dan zie je dat al omhoog gaan. Dus ik heb met een normaal pistool. Met een normaal pistool heb ik gewoon zitten schieten. En ik snap er gewoon niks van. Maar laat in een reactie achter wat jullie ervan vinden. Dat ik 2 kills in deze match heb gehaald. Gewoon door een standaard handgun te gebruiken. Dat vind ik zelf heel erg knap. En dan moet je weten nog vroeger toen ik met Sven en dinges deed. Toen had Sven, Boy had volgens mij hetzelfde wapen. Of had ook, even kijken, moet ik even zoeken, dit wapen. Maar Sven en Boy hadden dit wapen volgens mij. Die doet veel meer damage als je hier kan zien. Hier zo, bij die damage. Veel meer. En dat soort dingen. Hij heeft
hij heeft mijn oude wapen heeft het wapen wat ik nu heb is 12 en 48. En deze kan je maar 6 keer schieten en dan moet je hem reloaden. Ik kon 12 keer achter elkaar schieten, maar deze doet echt zoveel meer damage. En dat vind ik vooral echt heel erg... Ik zou deze eigenlijk ook wel willen hoor. Kijk, je hebt ook een shotgun. Die doet veel meer minder damage dan deze. Ah. Oh, nee, deze kan ik nog lang niet kopen. Oh. Kak, nee, wat heb ik gedaan? Ik heb hem voor een paar dagen. Maar hij doet veel meer damage als... Ja, ik weet niet. Ik heb hem voor 7 dagen een week dus. Nou, leuk zeg. Dan kan ik hem waarschijnlijk nog verdenken. Volgende week gebruiken. Ik ga dit donderdag. Dit neem ik op vrijdag op. Dit gaat vrijdag online. Ik ga het hierna ook editen. Laat in de reacties wat jullie ervan vinden. En dat. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Dat ik gewoon 2 kills heb gekregen. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op NL Gaming. En ik zie jullie later.